Het Nijmeegs Mannenkoor geeft aanstaande zondag hun jaarlijkse kerstconcert. Dat doen ze niet alleen met hun 90 leden. De Stevenskerk zit ongetwijfeld vol met honderden belangstellenden. Nou, dan kan ik je vertellen dat het een behoorlijke klus is. Maar het prettige is dat je het met een klein clubje doet en dan kun je snel schakelen. Natuurlijk, we hebben hier veel steun van Rens, wil ik even aangeven, en Jan Heijmen. Die hier voortdurend ons op alle manieren ondersteunt en helpt. Maar natuurlijk, achter de coulissen moet ook het een en ander gebeuren. En ik denk aan het maken van flyers, promotie waar je natuurlijk aan moet denken. Maar ook de motivatie binnen het koor om die toch zo optimaal mogelijk te houden. Contacten te onderhouden met de dirigent. Ja, dat is toch een flinke klus, dat kan ik je vertellen. Belangrijk is te informeren dat het over een free seating gaat. Dus mensen kunnen vanaf 7:15 kunnen ze hier binnen. Dus dat is wel belangrijk dat ze op tijd hier zijn om een mooi plekje te vinden. We hebben Amira als gasten toegevoegd aan onze uitvoering. Ze krijgen een heel uitgebreid concert met oude stukken, hè? Stille Nacht, Nachtgezang enzovoort. En ook modern, Ding Dong en zo. Een medley zoals die Engelsen altijd op hun Christmas carols doen. Dat soort dingen hebben we natuurlijk ook. Dus daarbij. Als solist treedt Amira Willighagen op. De winnares van Holland's Got Talent is vanuit Zuid-Afrika overgevlogen om in haar Nijmegen het beste van haarzelf te laten zien. Ja, ik vind het leuk. Het is een Nijmeegse icoon, laat ik het zo zeggen, op muzikaal vlak. En ik vind het geweldig om haar weer hier te ontvangen. Met een mooie jurk, met haar verschijning. En ik heb begrepen dat haar voice geweldig is. Ja. Zij heeft natuurlijk die stukken ook ingestudeerd. En met de pianist die wij dus hebben, moet zij natuurlijk ook de klik krijgen en het samen krijgen. En ze moet de klik krijgen met het mannenkoor, want ze doet dus solistisch, zingt zij. En zij zingt ook samen met het mannenkoor verschillende stukken. Een van die dingen is La Vergine. Dus dat soort dingen, die worden dan samen geoefend. En dan moet de dirigent, die moet dan en haar in de gaten houden, zo te zeggen. En de mannen natuurlijk rustig houden en zo. Het is wel een leuke happening om dat te hebben.